goes on. Beat goes on. Drums keep pounding a rhythm to the brain. Ik speelde eerst in After Tea, wat een afsplitsing was van T-Set. En toen ben ik dus gevraagd, heb je zin om naar, ik speelde wel eens op platen trouwens van de T-Set al daarvoor. Heb je zin om mee te gaan naar Amerika? Hè? Dus ik zat in After Tea en het is een heel verhaal, maar dat ga ik, dus ik zal het kort houden. En ik heb toen de beslissing genomen, ik ga dat doen, ik ga mee. Dus we zijn daar naartoe geweest, in 6 weken lang. En dat was dat is een bijzondere ervaring. Het is een ervaring, als je zo jong bent, dan realiseer je dat niet zo. Maar het is wel heel apart geweest. We hebben daarna natuurlijk ook verschillende tournees gemaakt door Turkije. We zijn op tournee geweest met Mungo Jerry. Dat kan ik me ook heel goed herinneren nog. In dezelfde bus reden we dan van het in Marseille, gingen we naar Frankrijk. Sheila Sweet, dan denken de Amerikanen dat het over wiet gaat. Maar dat ging het helemaal niet. Het was gewoon een heel onschuldig verhaaltje over een tovenares of een heksje. Die af en toe eens wat met wiet te maken had. En die ging dat allemaal roeren in zo'n pot. Ben ik via Jan Vermeulen, de broer van Hans, die speelde bij Rob de Nijs in zijn band. En toen ben ik gevraagd en toen ben ik dus in bij Rob gaan spelen. En ik heb nog een leuke LP waarop hij geschreven heeft in de hoop op een lange samenwerking. In een hoop om een lange samenwerking. Maar ja, dat is 34 jaar geworden. Ik ging nog liedjes zingen, ik nam een plaatje op. Ik kwam op de tv en het bleek geen flop, maar toch. Reisde langs de steden, meisjes vielen flauw. Fluisterde in oortjes, ja ik ook van jou. De kranten noemden mij een tieneridool. Ze roemden mij van alles. We hebben eigenlijk nooit een hit gehad, dus we zijn... elitair is een gek woord, dat is het niet. Maar we zijn natuurlijk wel een beetje door de highbrow en het niet tophit georiënteerde publiek zijn we vooral heel erg gewaardeerd. Alles heeft overtreffende trap, maar de hoede was gewoon krankzinnig. Die jongens die waren op zo'n decadent tourniveau beland. Waar wij in een bepaalde zaal in Nederland optreden voor een paar honderd man, dat was bij hen de kleedkamer, weet je. En daar stonden dan complete buffetten klaar en zo, niks was te gek. Dus we kwamen in een soort Alice in Wonderland sfeer van, wat is dit? Maar natuurlijk super gaaf. En we waren dus geselecteerd door het management van de Who om die tour te doen. Ze waren ook komen luisteren. Dat gebeurt dus niet zomaar. En dat was een maand lang. Let me tell you about the bird that never flew. The wings were soft, her promises were true. Her eyes were shy, so shy they didn't see. I'll always remember how it used to be. You always can change to a better life. Walls can change to a better life. Dus
traden 25 keer per maand op in Nederland. Daar word je echt van uitgewoond. En denk je, ja, wat is de next step? En dat was natuurlijk Amerika. En dat was dan net wel, net niet. Zouden we gaan, toen trokken de platenlabels een contract weer in. Die wilden niet endorsen en de kosten op zich nemen. Toen dacht ik, ja, ga ik nou de rest van mijn leven gewoon maar 25 keer per maand zitten drummen. Hoe leuk dat ook is. Maar dat leven is eigenlijk bijna asociaal. Hè? Want je werkt als anderen vrij zijn. En je bent vrij als anderen aan het werk zijn. Nou, dus ik denk, nou, dat met bloedend hart, ik moet daar een keer mee ophouden. Dus, Tom van der Kluijver is een hele goede drummer. 15 april, is dat weer een paar jaar geleden, dat hij overleed. En ja, we willen hem in deze uitzending toch herdenken. Omdat het een virtuose drummer was. Tom was echt een professional puur zang die we niet zullen vergeten en waar we hele goede herinneringen aan hebben. In 1960 begon Rudy van den Berg met zijn zangcarrière onder de artiestennaam Richie Clark in de groep The Ricochets, waar ook Robbie van Leeuwen in speelde. Een van de hoogtepunten van de band was het vooroptreden tijdens het legendarische concert van de Rolling Stones in het Courhouse in 1964. Kort daarop maakte de band een doorstart als The Motions. De band zou uitgroeien tot een van de populairste beatgroepen van de jaren 60. Eind 1965 scoorden ze hun eerste grote hit, Wasted Words, wat derde kwam in de top 40. Dezelfde positie bereikte ook Why Don't You Take It. In 1966 begon Rudy Bennett aan een solo-carrière. Ook met succes, want How Can We Hang On To A Dream behaalde de vijfde plaats. Nou ja, ik moet zeggen dat je eigenlijk, het gaat allemaal natuurlijk heel snel voorbij. En je leeft in een soort van hoes van, je weet allemaal niet wat er allemaal om je heen gebeurt. En dan later, dan als je dan weer eens terugkijkt, en vooral met die dingen die weer uitkomen, dan denk je, nou ja, want jezus, heb ik dat, ik hoor dan nummers, als ik dat opzet, dan denk ik, hè, dat ken ik helemaal niet meer, maar dat heb ik dan zelf gezongen, dat moet je dan weer helemaal even na, oh ja, nou weet ik het weer. En waar het opgenomen is, weet ik dan niet meer. Dus wat dat betreft, ja, het is, ja, het gaat voorbij en je moet er niet te lang bij stilstaan ook natuurlijk. Nou ja, het is eigenlijk zo dat, ik weet nog wel dat Johan kwam met dat idee. En Micha en ik die zeiden gelijk van, nou nee joh, dat gaan we niet doen, want dat wordt niks. En wie wil dan nou naar al die oude knakkers gaan kijken? Maar ja, het geloof dat het publiek tegenwoordig uit 80% van uit ouderen bestaat. En toen bleek het, een schot in de roos. En nou ja, we hebben zeg maar bijna alle zalen waren uitverkocht. Of in ieder geval gevuld, helemaal vol. En ja, we hebben het eigenlijk, we zouden er 30 doen, 35 geloof ik. En we hebben er bijna 160 gedaan.
ga ik weer volop in de repetities met een nieuwe show. En die gaat vanaf de try-outs, die zijn begin of half oktober. En het eerste is geloof ik 25 oktober in Purmerend en daarna in Amstelveen. En dan gaan we 3 maanden toeren. En dat is met een show en die wordt gepresenteerd door Maarten Spanjer. En die show gaat heten, dat zal ik dan hier gelijk even vertellen, Rot op met je geraniums. Nou, het is eigenlijk mijn band, Rudy Bennett's New Motion. De New Motion. En daar hebben we, het is alleen, er zit nu een Ierse gitarist bij, Ian McLaglen. In ieder geval, en nou ja, Spex Hildebrand doet eraan mee. En dat, ja, nou ja, en de muzikanten, Arno Smit doet mee, zingt, presenteert ook een gedeelte. Ruud Saalman, drums. Ze hebben heel erg haar best gedaan bij Universal. Het klinkt fantastisch, vind Mark ik. Rancher, Mark, ja. En ook de verpakking is fantastisch, vind ik. Er zitten dingen in dat wat je vroeger eigenlijk had met LP's. Het zijn eigenlijk kleine LP'tjes gemaakt, hè. Dat is echt heel erg goed geworden, vind ik. Het was eigenlijk dat ik had een advertentie bij Servaas opgehangen. Dat is 1973 was dat. Ja, ja. Ja. En daar heb ik op gereageerd. En toen ben ik in Zoeterwoude gaan repeteren met die jongens, waar ook de Ering repeteerde. En na 2 weken kwam Jaap Eggermond al in de oefenruimte. En die zei, we gaan dit nummer opnemen. En het was eigenlijk een soort coverbandje van nummers van Deep Purple. En dus het was een hele andere richting. En Jaap die zei van, dit vind ik een goed nummer, dan gaan we de studio mee in. Dus binnen 3 weken zat ik in de studio. En ik heb daar een leuke anekdote over, omdat Jaap Eggermond toen het idee had om geen blazers te gebruiken, want er staan dus zogenaamd blazers op, maar hij heeft alles met de mond gedaan. Dus hij heeft heel veel geld uitgespaard en alle blazers met zijn mond gedaan, 8-stemmig. Ja. En dat als je goed luistert, dan hoor je dat ook wel. Op meegespeeld, ja. Maar niet meer, ik was toen niet meer in de band. Ja, ik heb ongeveer 1,5 jaar meegedaan en ik was eigenwijs, moet ik wel eerlijk toegeven. Maar ik wilde gewoon hele andere muziek gaan maken. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb 2 singles meegemaakt en daarna ben ik overgehaald om symfonische rock te gaan spelen. Dat was ook een fantastische tijd. Daar had ik goed moment, dat heeft 3 jaar geduurd. De trots is dat ik met Sphinx wel in Paradiso heb mogen spelen 2 keer. Dus dat was wel een bijzondere ervaring. En toen heb ik heel een blauwe maandag in de Rainbow Train gezeten. Met Erik Tek en Okkie Huisnes, die helaas ook niet meer onder ons midden is. Down in my soul, said cry boy. When I saw you walk out with him, I would rather go blind than to see you walk away, child. You see, I love. And I've actually veel meer met Shocking Blue gespeeld dan dat
andere mensen van Shocking Blue ooit met Shocking Blue deden maar 4 jaar bestaan of 5 jaar. Het gekke was dat Venus in Duitsland bijvoorbeeld geen nummer 1 hit was geworden. En dat was die Mighty Joe, dus ze riepen ook allemaal goed met als we Venus zaten te spelen. Riepen ze, ja nou, en nu, jetzt, die Mighty Joe. Ja. Ja. Life here is easy, I'm sure you recall how it's so warm and breezy in the summer and the fall. The winter is upon me and I've got no heat here, and I'm sure the fire is so sweet. Zag ik een bandje in Groningen en dat was een studentenbandje en dat was met Lou de Vries op zang en dat had een blazerssectie en die jongens die deden een hele lekkere muziek, vond ik, van Georgie Fame, een beetje dat kroenerig jazz, ja, half jazz, ja. Jazz rock, ja precies. Op een bepaald moment vroegen ze mij als drummer, ik deed dat heel graag in Solution met die blazerssectie en die zanger, vond weer een soort proces plaats, een hele schifting. Met uiteindelijk een kern van 4 mensen. En ook die carrière ging duizelingwekkend snel. Er was toen ook, denk ik, veel meer een vruchtbare bodem voor bands. Just a lazy morning. We let our rings unfold. We really can't be bothered. And really worked it out. Will we ever be done? The Pretty Things is natuurlijk ook een band met een paar hitjes in de jaren 60, maar met een geweldig oeuvre daarna. En ze zijn altijd op een of andere manier tussen wal en schip gevallen. Daar kun je lang over filosoferen waardoor dat kwam, maar ze hebben het nooit echt gemaakt. Het eerste optreden hebben we geheel zonder repetitie kunnen doen. Want ik kende al die nummers nog van vroeger. En we hadden altijd een zwak voor elkaar, Willem en ik. Altijd was altijd zoiets van chemie was er. Ja, ze hadden toen het plan opgevallen om die band herop te richten. En dat is eigenlijk ook gebeurd tot het moment dat hij overleed. En dat er gewoon geen weg verder was. En mijn allereerste band die ik live zag, toen was ik 13 in Concertzaal de Jong in Groningen, heb ik René de Alligators voor het eerst. Dat was de eerste band die ik live zag. Vanmiddag kom ik vanuit het kantoor, wandel ik het museum in en dan is er een, ik ga zijn naam nog niet noemen, maar dat gaan jullie lezen eerdaags, een wereldberoemde radio-dj uit Amerika is gewoon over. En die wandelt dan in het museum Rockart binnen. En dat is dan een radiomaker vanuit Amerika, vandaan eind jaren 60, jaren 70. Heeft gewoon alle grootte der aarde aan zijn tafel gehad, in zijn studio gehad en die komt helemaal kwijlend. Ben je bewust, kwam niet naar Rockart toe. Er is maar één plek waar het thuis hoort en dat is Den Haag. Nou ja, kijk, laat ik het gewoon heel eerlijk zeggen, dat kan ik hier ook wel zeggen. Als ik 31 december, eind dit jaar, niet weet waar Rockart zich gaat vestigen in Den Haag, is het voor mij klaar. Den Haag, hè.
dan gaan we weg. Maar we kunnen ook weg. Dus dan verdwijnen we. Dan niet. Kijk, ik moet natuurlijk toch een keer de stap maken. Ik kan niet iedereen natuurlijk maar blijven vertellen van het komt goed. Iedereen wil het. Wat is er nou aan de hand? Kijk, ik zou dat ook willen. Dan denk ik van het moet toch een keer gebeuren. We zijn natuurlijk met een complex bezig geweest. Een voormalig theater Concordia. Nou, er is een quickscan op losgelaten. En ja, dat blijkt gewoon, daar wil ik niet zitten. En dan denk ik, dan moeten we in dit land het nog gaan uitleggen. Kom op. Het wordt nu gewoon tijd. We hoeven niet alles voor de jeugd te doen. Eind van het jaar bestaat de helft van de bevolking is 50 en ouder. Vorige week heb ik een liedje geschreven voor mijn kleinkind. En ik had al daarvoor een liedje voor mijn zus, die toen was overleden, alweer in 2014 geschreven. En daarna, toen ik dat liedje voor mijn zus heb gemaakt, heb ik ook een liedje voor mijn kinderen geschreven. Dat heb ik al jaren willen doen, nooit kunnen doen, want ik zat op slot. Maar toen, na dat liedje van mijn zus, ging dat weer. Eerlijk gezegd kan dit liedje gewoon door iedereen gezongen worden, als die kinderen hebben ook. Of voor een moeder die in verwachting is, die een kind verwacht, of een vader. You're my blessing, you're my life. I will teach you how to survive in a world of love and hate. You'll be strong, won't be afraid. You're my blessing, you're my pride until one sunny day, some time ago, when you were born, little did I know how you changed my life, how you changed my life. Maar ik zing het met de gevoelens voor een opa. Ja, van een opa voor zijn kleinkind. You're my blessing, you're my life. I will teach you how to survive in a world.